Ja, precies. Dus Johnny die wordt neergehaald in de 16. Dus ja, Pinanti. En normaal nam Johan ze, maar die zat totaal niet in de wedstrijd. Dus Johan die kijkt naar Bart. En Bart die kijkt naar Willy. En Willy kijkt naar René. En René die kijkt naar Hans. En Hans die kijkt naar Rob. En Rob die kijkt naar mij. Dus ik knik. Ja, dus je pakt die bal. En opeens voel je dat er 100 miljoen wereldwijde ogen naar je zitten te kijken, ja. Ja, dat geeft een enorme druk natuurlijk. Zeker omdat die pleurisbal dus niet bleef liggen. Omdat die stip inmiddels een soort... ja, bult was gewonnen. Ja, die gozer jongen, die scheids, die bleef maar naar die stip wijzen. Terwijl die zelf natuurlijk ook zag dat het gewoon een molshop was geworden. Maar die gek bleef wijzen. Was een Spanjaard, was het. Estevez. Wat een paardenlul was dat, zeg. Ja, maar machos. Yo, mor, de guru. Ik ben hier zet. Matara, matara. Je zit, mono, ja. Je voetbal, reglementos en reglementos. Ja, dus de André Lon, die gierde door mijn lijf. En daar kwam dat irritante gekut van die Spaanse stroomvlieg nog eens bij, natuurlijk. Dus ik begin achterwaarts te lopen. En eens voel je dat hele kolkende stadion. Ja, toen voelde ik de pap zo in mijn benen lopen. De kracht vloeide gewoon zo uit mijn weg. En opeens denk ik aan God. Ik dacht nooit aan God. Maar ineens kijk ik naar de hemel. Dat had ik die Brazilianen wel eens zien doen. Dat vond ik mooi. Dus ik kijk. Maar niks. Geen steun, geen kracht. Helemaal niks. Maar ja, ik was ook helemaal niet gelovig natuurlijk. Wist ik veel wat ik moest doen. Dus ineens dacht ik aan die jongens uit dat moslimland waar we tegen gespeeld hadden. Ik denk, misschien moet ik Allah hebben. Dus ik val zo op mijn knieën en ik begin met mijn gemekka naar het oosten. Wat denk je? Weer niks. Toen heb ik maar van alles geprobeerd. Alles wat ik die gasten van die andere landen had zien doen. De Keniaantjes, de Hindoestaantjes, de Boeddhisten. Wat ik ervan onthouden had, dat ging ik dan maar doen. Ik dacht, dat moet voor mij toch ook een god zijn. Maar niks. Het bleef stil. Ik had geen bereik. Ja, toen duurde het zo lang. Toen dacht die scheids, dan neem ik hem zelf wel. En die schoot hem zo keihard naast. Ja, je droom die spat als het ware uit elkaar. Verlies je weer een WK. Omdat je dus niet weet waar je in geloven moet. En dan realiseer je ook eigenlijk... voetbal is maar een spelletje. Kijk, waar het echt om gaat in het leven, dat is de liefde. Het gaat er niet om waar jij in gelooft, maar dat er iemand is die in jou gelooft. Of niet? Hè? De liefde. Of niet? Quiero estar de amigo, acento de la mira. Ja. Geen idee wat hij zegt nog steeds.